Oké, ik stel voor om toch te beginnen, zodat we het hele programma ook netjes binnen een uur afgedraaid kunnen krijgen. Hartelijk welkom bij dit webinar van de Community of Practice Beken en Rivieren. Dit is het volgende webinar in een serie die we gestart zijn in december. Met betrekking tot waterconservering, infiltratie, het vasthouden van water, het herstel van de sponswerking van het landschap. Om zo ook gewoon beken en riviertjes te kunnen blijven voeden met water. En dit keer zal het klimaatrobuuste Adal centraal staan, waarin Simon Schimmel uitleg geeft over hoe je nou beleidsmatig komt tot een robuust en veerkrachtig, maar ook stuurbaar watersysteem. Dat lijkt een contradictio in terminis, en dat is het in feite ook. Maar ja, dat was vrijheid, gelijkheid en broederschap, was dat ook. Dus we proberen nu, hè, met een aantal waterschappen, proberen we grip te krijgen op hoe kunnen we nou dat watersysteem weer wat robuuster en veerkrachtiger maken, zodat we wat meer water in het gebied vast kunnen houden. We doen dat straks aan de hand van een PowerPoint, even huishoudelijk. U ziet beneden een functie chat en een Q&A. Gelieve al uw vragen in de Q&A te zetten. Dus als u vragen hebt, dan kunt u die in de Q&A kwijt. En het aardige van deze versie van Zoom is dat anderen ook nog eens een keer een waardering uit kunnen spreken voor de vraag. Dus als mensen iets een goede vraag vinden, dan kunnen ze daar een duimpje bij opsteken. En de vragen die het meest gewaardeerd worden door de aanwezigen, die gaan we in die volgorde straks ook behandelen na de presentatie. De chat die zal straks alleen benut worden voor een specifieke vraag. En die zal ik u straks na afloop van de presentatie stellen. Dan is het denk ik goed om ook even te kijken wat voor vlees we in de Kuip hebben. Oh ja, de presentatie die wordt opgenomen. En de vragen, en ook als we mensen in de uitzending vragen om de vraag toe te lichten, dat wordt niet opgenomen. Dus dan weet u dat in het kader van de privacywetgeving. En dan gaan we inderdaad naar de poll, want we vinden het ook altijd wel interessant om te weten wat voor vlees dat we in de Kuip hebben en of dat we een voldoende breed publiek trekken voor een voldoende brede discussie. Dus wilt u aangeven bij de poll die nu op uw scherm staat, bij welke organisatie u werkt? En als u dan op submit drukt, dan komt er straks een totaaloverzicht uit bij Michelle. Kijk, veel waterschappen. Weinig rijksvertegenwoordigers dit keer. Ook een aantal mensen van een adviesbureau. De hoeveelheid waterschappen, maar dat ligt misschien ook aan het beleidsmatig waterschapsonderwerp wat we bij de kop hebben. Dat levert in ieder geval belangstelling uit die hoek op. Dank u wel. Dan de volgende poll. Dan zijn we ook altijd benieuwd of de verschillende functies een beetje evenredig vertegenwoordigd zijn. Van onderzoeker tot met wellicht de bestuurder. Nou, ook hier kunt u weer uw keuze maken. En dan maken wij daar weer een staartje van. Als we de reacties binnen hebben, voldoende reacties binnen hebben. Kijk eens aan. Ah, veel adviseurs. Dit keer. Heel goed. Maar één bestuurder aan boord. Zo te zien. Dan kan ik wel gokken wie dat is. Oké, ook een aantal onderzoekers, beleidsmedewerkers. Heel goed. Nou, de functie anders, die moeten we nog kijken of we daar mensen dingen kunnen laten aanvullen. Dan krijgen we ook inzicht in die categorie. Daar gaan we iets voor verzinnen. En de laatste vraag die ik u graag in algemene zin wil stellen, en dan beginnen we met de presentatie, is de vraag hoe u vernomen heeft via dit. Hoe hebt u gehoord dat dit webinar georganiseerd werd? Via collega's of via de website?
Ook daar maken we weer even een overzichtje van, zodat wij weten welke kanalen het meest benut worden. En nou, de verruiming en de vergroting van ons netwerk leidt in ieder geval tot dat de aankondiging steeds beter benut wordt. Oké, waarvoor dank. Dan vraag ik Michelle of ze de presentatie, of Simon, de presentatie kan starten. Het voorblad staat er al op. Ik zal een hele korte bestuurlijke introductie geven op het onderwerp. En de hoofdschotel die zal verzorgd worden door Simon Schimmel, beleidsmedewerker, projectleider bij waterschap AM Maas. Wat betreft de uitwerking van die hele watersysteembenadering in een beleidsdocument, wat dadelijk ook als bouwsteen gaat dienen voor het nieuwe waterbeheerplan. Waar alle waterschappen op dit moment trouwens ook mee bezig zijn. Ja, mag ik die shit? Nou, deze plaat die kent u, hè, want de COP Beken en Rivieren heeft deze plaat ontwikkeld. En binnen het waterschap AMA's hebben we nu gekeken hoe dat we dit verhaal nou specifiek, gebiedsspecifiek zouden kunnen maken voor ons eigen waterschap. Ja. Nou, ik kwam pas tegen, even los van de Noorse plaat die we ook gewisseld hebben binnen de COP, dat Lumbricus, het afgeronde project Lumbricus, tijdens de eindpresentatie daar ook een eigen invulling aan gegeven heeft. En je ziet dat die verschillende componenten van de waterbalans, die eigenlijk allemaal van belang zijn om de balans te herstellen op termijn, dat die onderdeel uitmaken van hun eigen praatplaat. Ja. Nou, zo ziet ons waterschap eruit. Hè? Dit is eigenlijk ons praatplaatje waar mee begint. Voor de geomorfologen en de geologen onder u, die zien meteen dat er sprake is van meerdere landschappen. We hebben de centrale slenk aan de westkant van ons waterschapsgebied. Dan krijg je die hoge rug, dat is de Peelhorst. Die gaat aan de andere kant over in het dal van de Raam. In de Raamvallei en in het Maasdal. En in het noorden, daar ligt Den Bosch. Dat is het putje van Brabant. Daar gaat al het water naartoe zo'n beetje van Midden-Brabant en van Oost-Brabant. Daar zien we dat we zelfs de polders in schieten. Dat hele paarse, daar moeten we zelfs het water omhoog pompen om het op de Bergse Maas te krijgen. Nou, de kunst was van hoe krijg je hier nou het verhaal van dat robuuste, veerkrachtige, stuurbare watersysteem op. We hebben dat in een eerste slag, mag ik de volgende slides, in ons waterbeheerprogramma en als bouwsteen van ons waterbeheerprogramma op deze manier uitgewerkt. En we hebben dat geprobeerd om dat te doen aan de hand van grondwaterpijlen. Dus streefpijlen voor de grondwaterstand. Uitgaande van het huidige gemiddelde, of het langjarig gemiddelde, willen we in het oranje deel 35 centimeter daar bovenop zetten. Dat is vooral op de Peelhorst en in de Grote Peel het geval. Alle flanken, daar willen we de grondwaterstand structureel 20 centimeter verhogen. En in de wat lagere delen, dus de lagere beekdalen en de polders, daar streven we naar 10 centimeter boven gemiddeld grondwaterpeil. En daar hoort dan ook een conserveringsbeleid bij en een peilbeheer wat daarop wordt afgestemd. Dit is de manier waarop wij geprobeerd hebben om een wat robuuster en een wat veerkrachtiger systeem te krijgen. En hoe we dat toch enigszins stuurbaar proberen te houden, dat gaat Simon Schimmel dadelijk vertellen in zijn verhaal. Michelle, we hebben een paar algemene polls voor dit onderwerp nog klaarstaan. Kun jij die nou even echt tussen gooien? Nou, de eerste is een stelling. Voor een klimaatbestendig beekdallandschap dien je zowel water vast te houden op de hogere gronden als in de zijbeekdalen, als in de dorpen en steden, als in de beekdalen. Dus moet je de aandacht evenredig verdelen over al die deelgebieden, of moet je daar wat specifieker in zijn? Dat zijn we graag, dat komen we graag te weten. Ik kijk even of dat al wat resultaat
levert Michelle. Daar is het merendeel het mee eens of volledig mee eens. En de mensen die het volledig oneens zijn of volledig mee oneens of oneens, daar ben ik ook zeer benieuwd naar. Die mogen dat in de Q&A, mogen die dat aangeven waarom zij denken dat het specifieker gefocust moet worden wat betreft die watersysteembenadering. Dan hebben we nog een andere stelling. Ja, Michel. En dat gaat over het feit dat je wel of niet met een verbeelding moet werken voor zo'n klimaatbestendig beekdallandschap. Is zo'n verbeelding nou wel of niet essentieel voor het creëren van draagvlak voor de realisatie ervan? Ook die vraag mag u proberen te beantwoorden. Daar zijn de meningen wat meer dezelfde richting uit. De meesten denken dat het inderdaad een goed hulpmiddel is om te komen tot een verbeelding van dat klimaatbestendige beekdallandschap. Dank dan de laatste. En dan gaan we over naar het verhaal van Simon. De laatste vraag is of de trits vasthouden bergen afvoeren, is die niet inmiddels achterhaald? Moet die voor de komende serie waterplannen herzien worden? Bijvoorbeeld in de zin van dat deze eigenlijk aangevuld zou moeten worden met een aantal tussenstappen of voorstappen of nastappen. Dat is even de vraag. Ook dat gaat dadelijk een beetje een bloemlezing opleveren. Kijk, nou dat ligt helemaal een beetje goed verdeeld. Dat mag u verder in de Q&A mag u kwijt wat u vindt dat die trits zou moeten zijn of moeten worden. Dan kunnen we daar straks over doorpraten. Met dank voor jullie input en dan leid ik het woord door naar Simon voor toelichting op het verhaal van de A als uitwerking van dat robuuste, veerkrachtige watersysteem. Ja, dankjewel Ernest. Ik neem jullie graag mee in het verhaal van de A wat wij vorig jaar op hebben gesteld. In een aantal sheets ga ik daar samen met jullie doorheen lopen. Waarbij de eerste, bij de eerste de vraag is, wat is het verhaal van de A nou precies? Wij hebben dat zelf geformuleerd als, het zijn twee verschillende dingen. Enerzijds ons eigen huiswerk van A Maas. En anderzijds het toetsingskader voor externe ontwikkelingen die wij in de beekdalen tegenkomen. Vragen die door gemeenten, door bewoners gesteld worden voor ontwikkelingen. Daarmee hopen wij met dit verhaal een antwoord te kunnen geven of dat wel of niet in een klimaatrobuust beekdal past. Daarbij is gekozen voor een integrale benadering van het hele beekdal, of beter gezegd het hele beekdallandschap. Ernest refereerde er net al even aan. Dus van de horst tot en met de beekdalen en alles wat daar tussenin ligt. Daarbij is het rapport in drie stukken opgebouwd. Ga ik ze dadelijk uiteraard toelichten. Dat is één, het ideaalbeeld. Hoe zien wij als A Maas het beekdallandschap van de A in de toekomst? In 2050 bijvoorbeeld. Daarnaast zijn voor een viertal deelgebieden zijn specifieke doelen omschreven. En ten derde, een serie bouwstenen zijn er ontwikkeld. Hoe die gidsprincipes, hoe die doelen, hoe die bereikt kunnen worden. Er is gestart met een inventarisatie. Waarbij gekeken is naar de ontstaansgeschiedenis van de A. Hoe ligt de op geomorfologisch en geologisch niveau is dat ontstaan? Hoe is het cultuurhistorische geschiedenis is daar geweest?
Het graven van de Zuidwinnensvaart heeft bijvoorbeeld een grote invloed gehad op het hele systeem van de A. De systeemwerking van de A en al haar zijbeken is geïnventariseerd. Dat is tot nu toe, werd dat steeds in verschillende rapporten. In een basissysteemanalyse werd dat bijvoorbeeld voor de A zelf of voor de verschillende zijlopen werd dat apart behandeld. Hier is dat in één rapport samengevoegd. Er zijn in een aantal afbeeldingen is uitgewerkt hoe in een normale situatie of in een droge situatie of bij een extreme situatie waar we dan tegenaan lopen. Nou, ik noemde dat al even, het ideaalbeeld. Daarbij is ook in oogschouw genomen hoe we naar de toekomst kijken. Er zijn een aantal studies recentelijk verschenen. Nederland, Noordwest-Europa er in 2100 en 2050 uit zou komen te zien. Ook die input is verwerkt in het verhaal van de A. En uiteraard hebben wij de verschillende knelpunten waar we tegenaan lopen in het watersysteem. Die zijn ook in beeld gebracht. Het is niet de bedoeling geweest om die heel locatiespecifiek in beeld te brengen. Dus er zijn wel een aantal kaarten van geproduceerd waarvan u hier een voorbeeld ziet. Maar dat is niet locatiespecifiek is dat niet de bedoeling geweest om dat op die manier te inventariseren. Maar meer algemeen. Zodat ook algemene oplossingsrichtingen en bouwstenen ontwikkeld konden worden. Nou, ik noem dat even. Er zijn dus vier deelgebieden. De Horsten, de Maashorst en de Peelhorst. Het beekdal van de A en van de verschillende zijbeken. De flanken, de gebieden die daartussenin liggen. En er zijn specifieke bouwstenen ook voor de bebouwde gebieden. Helmond, Veghel, Den Bosch, waar wij die in ons gebied liggen, zijn daar apart in beschouwd. Voor de Horsten moet u bijvoorbeeld denken aan, daar zien we als ideaalbeeld dat daar veel natuur zich kan ontwikkelen. Dat ook de responswerking van die gebieden zich weer kan herstellen. En zijn er dus een aantal bouwstenen zijn daar voor ontwikkeld hoe we daaraan bij kunnen dragen. Maar ook de landbouw die nog op de Horsten plaatsvindt, ja, die kan daar op een natuurinclusieve manier, zou die daar prima op zijn plaats kunnen blijven. Voor het Beekdal kunt u bijvoorbeeld denken aan een beekzone die met een inundatiezone en meer een gebruiksfunctie die afgestemd is op het risico van overstroming. Dus het bewustmaken van agrariërs bijvoorbeeld die hun agrarische activiteit in het Beekdal hebben. Dat die daar op zich prima plaats kan vinden, maar dat zich men wel bewust is van die risico's die daarmee worden genomen. En voor dorp en stad als laatste voorbeeld, is als aandachtspunt, als ideaalbeeld, dat de A goed beleefbaar kan zijn. Minder kans op riool overstorten. Aan zulke soort dingen moet dan gedacht worden. Nou, ik noem dat straks al even. Om dat ideaalbeeld te realiseren, zijn per deelgebied een aantal gidsprincipes bedacht, hoe die aan dat ideaalbeeld kunnen bijdragen. Daarvan is hier het voorbeeld van te zien voor het deelgebied Beekdal. En kan ook het einddocument is een interactieve PDF. Interactieve PDF is dat geworden. Kan in die interactieve PDF kan ook worden aangegeven van ja, hoe kan ik als gebruiker van dat Beekdal, kan ik daar een bijdrage aan leveren. Hier is als voorbeeld de agrariër bijvoorbeeld. Ik heb een ontwikkeling in het Beekdal, ik heb daar mijn bedrijf. Hoe kan ik nou dat op een klimaatrobuuste manier verbeteren?
En zo gaat hetzelfde voor onze eigen organisatie, maar ook voor terreinbeheerders en gemeenten bijvoorbeeld. Een aantal voorbeelden van die bouwstenen. Dat is voor het Beekdal bijvoorbeeld een bypass aan de Beek. Die bouwt aan een dynamisch Beekdal. Aan het vergroten van de afvoercapaciteit. En zo is dat voor elk van de bouwstenen. Overzichtelijk terug te zien. Dan kan men handig door het document heen klikken. Is de bedoeling dat dat inspireert bij het maken van bijvoorbeeld plannen voor het bekerstel voor onze eigen projecten. Een voorbeeld van de waterbuffering op de flank. En ook voor dorp en stad het meervoudig gebruik, dus speelweides of sportvelden die in of nabij bij de A of een van de beken te vinden zijn. En er zijn ook een serie bouwstenen die in meerdere deelgebieden van toepassing kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld het meervoudig gebruik van de gebieden langs de beek als zonneweide of de mogelijkheid om windenergie op te wekken. Nou, dat is allemaal samengevat ook in één grote trend. Het aandeel van de toekomst, waarbij alle bouwstenen te vinden zijn. Ik zal nog even een paar keer de revue laten passeren. Daarmee hopen wij partijen die in ons werkgebied in de buurt van de A actief zijn te inspireren. En kunnen wij zelf ook onze eigen plannen voor. Kunnen we beter op een klimaatgeruste manier inpassen. Dat was mijn laatste sheet. Oké, dankjewel Simon voor deze toelichting op het opgestelde verhaal van de A. Nogmaals, de Q&A die kan benut worden om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. En u kunt daar ook een waardering geven aan de gestelde vragen. Ik zou nog even terugkomen op de chatvraag. Die heb ik inmiddels in de chat aangevuld. En de enige vraag waar de chat vanmiddag voor bedoeld is, is de vraag van nou, dat zit een beetje op het vlak van het dilemma tussen robuust en veerkrachtig aan de ene kant en stuurbaar aan de andere kant. Want dat bepaalt, denk ik, dadelijk ook mede het succes van de omvorming van die hele afvoermachine die we hebben gebouwd met z'n allen in Nederland naar een vasthoudmachine. En de vraag is of hoe krijg je een robuust, veerkrachtig watersysteem ook enigszins stuurbaar? Zodat ongewenste risico's kunnen worden voorkomen. Dus met welke hulpmiddelen, veiligheidskleppen kun je op het systeem zetten, zodat je extreme droogtes of extreme piekbuien toch nog enigszins kunt opvangen. Nou, ik ben in ieder geval bij voorbaat al zeer benieuwd naar jullie reacties op die chatvraag. Dan mag Jan Maurits en Simon, die mogen zich weer melden.